Met de auto naar de wintersport, kettingen om je banden en dan toch nog vast komen te zitten in de sneeuw of drek. Dat is er in de toekomst niet meer bij, althans niet als het aan Kia ligt. De Koreanen hebben een SUV op rupsbanden bedacht en daarmee bestaat moeilijk terrein gewoon niet meer. Het is een zelfrijdende auto en je zit erin alsof je in een gondel zit. Voor iedereen die zich nu verheugt op een rit naar de piste in een tankje, het is nog niet bekend of hij ook echt gemaakt wordt. Dus voorlopig moeten toch nog even die sneeuwkettingen mee.